Hey! Buurman, waar ga je zo gekleed als een militair? Boy, buurvrouw, je houdt me eigenlijk op, boy. Hoezo? Nee, dus eigenlijk moet ik daar zijn. Is dat niet toch? Maar zeg ik in de zaal, ik ben echt moe. Kan ik niet even snel naar binnen komen, dan moet je ja, Tori. Kom, want ik ben benieuwd. Maar buurvrouw, jouw trekker, no? Jouw zijn ze in volg nu, no? Maar kom. A few moments later. Hai, buur. Buurman. Aha. Waar ga je zo gekleed als een militair? Nou, dus Jamal is pas in een nieuwe organisatie, een jongere organisatie. En dan, ik als verantwoordelijke ouder, ze gaan vandaag trainen. Dus de moet beginnen aan training. En ik als verantwoordelijke ouder wil hem stimuleren, dus dan wil ik er ook bij zijn. Dus nu weer Alami, is dat toch? Militair kostuum. Dan. Maar buurman, is het een militaire training of zo? Want je bent zo gekleed als een militair. Ja, toch, is een militaire training. Maar je zoon is toch 16? Ja. Ha. Dan wat voor training geven ze aan jongeren? Boy, het is een nieuwe organisatie. Ik bereken dat van Jamal sinds gisteravond is hij aan het trainen. Ik heb even Jamal power nodig. Dus die organisatie is nieuw. Ik vind het vreemd hoor. Maar waarom vind je het vreemd? Maar hoe heet die organisatie dan? Wacht even, buurvrouw. Wacht even. Is dit Jamal de Karanem, boy? Gisteren nog. Want de president zelf gaat het ondersteunen. Maar ik weet maar niet. Yes. Sorry. Aan de spank. Mm-hmm. Maar de president zelf gaat het ondersteunen, boy. Wacht even, boy. Is Deneti Jamal de Karanem, boy? Terwijl hij mij traint. Het heeft iets te maken met social army. Social army? Maar Samsa, je kent het. Buurman, je bent niet serieus. Buurman! Social army! Hey! Buurman, social army is geen militaire organisatie, hoor. Dat is het. Buurman, social army is een jongere organisatie die zich richt op sociale projecten, voornamelijk voor jongeren. Ze bestaan al 4 jaar. En elke maand organiseren ze minstens 2 evenementen speciaal gericht op sociaal zwakkeren, jongeren en projecten in het binnenland. En de president wil dat ze kandidaten voordragen die zitting kunnen hebben op het kabinet in een soort van jongereninstituut. Social Army heeft laatst nog in het binnenland een mediatheek opgericht en de bewoners van de gebieden waar er wateroverlast was en die alles kwijt waren geraakt, hebben ze ook geholpen. Ze ondersteunen dus sociaal. Dus al die tijd, of vandaar. Ja, buurman. Die naam, Social Army. Dus, buurvrouw, ik versta een beetje Engels. Dus, no enough go do so. Ik dacht, army heeft te maken met het leger. Nee, is je niet bij mijn stel, niet bij mijn gong. Is dat wie? Dus, maar ze zijn toch goed bezig hoor. Ja. En ik ga mijn zoon blijven ondersteunen. Is dat toch wel een aan om kinderen, jongeren te helpen? Ik zei toch, Jamal moet er zeker bij. Helemaal. Er zijn heel veel kansen. Buur, ik ga je eerlijk zeggen hoor, ik ben diep teleurgesteld in mezelf. Boy. Echt zomaar ben ik deze dingen gaan kopen. Zomaar, echt serieus. Hij had me, boy. Zomaar, tenis op lees Engels. Echt.